stadion Luigi Ferraris. Dat is een voetbaltempel. Geheel in extase in de ban van deze wedstrijd tussen Genoa en Ajax. In de jacht naar de UEFA Cup van 1992 was Ajax inmiddels gevorderd tot de halve finale. En de tegenstander daarvan kwam uit Italië, Genoa. En ik moet je ook zeggen dat Genoa had ook een elftal staan met een aantal hele goede voetballers. Skouravi, Tsjech. En daarachter speelde die kleine Zuid-Amerikaan, Aguilera. En dan hadden ze nog Eranio, ook nog allemaal bekende voetballers. Maar ze hadden echt een heel goed elftal. Het eerste seizoen dat de Italianen dus in de Europa Cup spelen. De negende wedstrijd pas. Een club die zijn Europese debuut maakte, maar wel toch een bekende naam had. En toch wel een gevreesde tegenstander was. Wat doe je als je tegen Italiaanse... Wat kun je verwachten als je tegen Italiaanse clubs speelt? Dat ze controlerend willen spelen, rustig willen opbouwen en dan willen toeslaan op de onverwachte momenten. Wat kun je daartegen doen? Daar had Van Gaal een remedie tegen. Onmiddellijk aanvallen in de uitwedstrijd. Zeer ongebruikelijk in Europa. En tegen Genoa pakte dat uitstekend uit. Want binnen 45 seconden stond iedereen in Italië verbaasd om zich heen te kijken. We begonnen die wedstrijd tegen Genoa als de onderdak. Ja, want de Italianen waren dat toch de favoriet. En ik moet je ook wel zeggen, de wedstrijd begon en eigenlijk binnen een paar minuten, of eigenlijk binnen een minuut, stonden we al met 1-0 voor. Alphen, die nog maar weinig wedstrijden speelde in Ajax als gevolg van blessures. Van Schip zoekt Branco zijn tegenstander op. Die krijgt hulp van Onorati. En daar is de kopbal van Pettersson en de goal van Ajax, zeg. Na 40 seconden in de wedstrijd. Het werd zelfs nog 2-0. Dat was een beetje een merkwaardig doelpunt. Er werd hard ingeschoten door Arno Winter. Via de voet van de verdediger Signorini kwam die bal loeihard tegen de onderkant van de lat. Was die bal ervoor? Was hij erachter? Die Italianen claimden hard dat hij er niet achter was. Maar ze waren zo druk met dat uit te leggen dat ze even niet in de gaten hadden dat er nooit afgefloten was. En Brian Roy vervolgens loeihard de bal inschoot naar 2-0. Pettersson goed aangenomen. Moeilijke positie. 2-0 of niet? Hij wordt niet gegeven. Nu zit hij er wel in. Brian Roy. 2-0 voor Ajax. Jongen. Dat was een zeer verrassende opening voor Ajax. Maar toch wisten ze die voorsprong niet helemaal vast te houden. Want Genoa kon natuurlijk ook wel een beetje voetballen. Anders hadden ze niet in die halve finale gestaan. Uiteindelijk na de rust voetballen we niet meer goed. En eigenlijk kwamen we een beetje slimielig op 2-1. Dat was een doelpunt waarbij Menzo misschien niet helemaal vrij uitging. Hij liet in ieder geval de bal los. Met een onverwacht schot. Menzo, en dan is hij toch binnen, Aguilera. En even later werd het zelfs 2-2 op een wat merkwaardige manier. De bal werd hard ingeschoten, kwam via de onderkant van de lat tegen Menzo, tegen de binnenkant van de paal en weer naar buiten. Maar hij was er wel achter geweest, zei de grensrechter, en die staat ervoor. Dus dat zal wel. 2-2 was dat, toch een beetje teleurstellend. Aguilera met een mooie bal, 2-2 of niet, Menzo? Hij zit erin, het is 2-2. Hij wordt gegeven. En weer is het Carlos Aguilera. Luigi Ferrari staat in brand. Maar in de slotfase wist Ajax toch nog zijn gram te halen. En toen was het Dennis Bergkamp, die we de hele wedstrijd niet gezien hadden. Maar dat was typisch Dennis Bergkamp. De overkokende melk deed zijn werk weer. Weg was hij. En het was net, ver buiten de 16 meterlijn. En ik kom aandribbelen en ik zag op een gegeven moment die keeper, die zag ik uit zijn goal komen. En ik denk wat er ook gebeurt, ik stift hem. Maar mijn stift was zo hoog en ook zo mooi dat hij er niet bij kwam. Want ze had een lange keeper. Ik stift hem echt fantastisch over hem heen, zo erin. Bergkamp heeft nog niet zoveel laten zien en zou dus nog een aardige toegift kunnen hebben. Of is het Winter? Het is Aaron Winter! Goeiedag zeg, wat een wedstrijd! Ja, om dan van de Italianen te winnen met 3-2 was heel knap en zeker ook in Italië. Ja, dat zou Alfred Hitchcock niet kunnen bedenken. 2-0 voor, 2-2 door twee keer Aguilera en dan toch de knock-out. Een paar weken daarna was het gewoon van je moet zorgen dat je er doorheen kwam. En we speelden ook in het Olympisch Stadion voor een volle bak. Speelden we ook gelijk. En één doelpuntje van de Italianen doet ook nog niet eens pijn. Maar in Italië was het ineens twee keer achter elkaar raak. En hier is het in één keer raak, althans de eerste keer voor rust, Iorio toch. Dat is toch een pijnlijk moment. Kreek
Jonk. Jonk goed geschoten. Bergkamp. Hij zit. En dan zijn alle bespiegelingen voor Genua over. Veel meer viel er eigenlijk van die wedstrijd niet te zeggen. Het was een beetje een saaie wedstrijd, vooral na die spectaculaire uitwedstrijd. Het werd 1-1, geloof ik. En uiteindelijk was je erdoor. En het mooie ervan is, in de finale treffen we nog een Italiaanse ploeg, Torino. En dat was wel fantastisch. Nog even Pettersson. En het eindsignaal is... Dat betekent dat Ajax doorgaat naar de finale. Dat Louis van Gaal winnende coach is en dat deze ploeg prima heeft gevoetbald. En Bergkamp was de man van de treffer die dat onderstreept.